breek gelijk in tranen uit zodra ik geblesseerd raak. Ik hoef echt maar het gevoel te krijgen dat het fout is en dan komen de tranen er al uit hoor. Ja. Zes toptalenten uit het noorden die knokken voor hun plek op het podium. Allemaal met een ijzeren discipline, ongekend doorzettingsvermogen en één droom. Dit zijn de aanpakkers. Als je van de dokter hoort dat je opnieuw moet leren lopen, kan je ervan uitgaan dat je topsportcarrière ophoudt. Maar niet voor Kjeld. Kjeld heeft er alles aan gedaan om terug te komen. Hij heeft niet alleen opnieuw leren lopen, springen en dunken, maar laat nu zien dat hij het hoogste niveau aan kan. Welkom, dit is mijn nieuwe appartement. Dus nou ja, dit is de keuken en achter is nou, in één kamer de woonkamer. En hier wonen dan de meeste jongens van Donau ook hierachter. En dan zit daar de slaapkamer en de badkamer. Badkamer, dus washok zeg maar. En er is dan een slaapkamer met een balkon. Nou, en dit is ongeveer het hele optrekje. Ja, best wel goed. Ik woon hier nog niet zo heel lang. Ik denk 3-4 maandjes nu. En nou, het is wel wennen met de afwas en alle standaard dingen. Het eten, koken zelf, de training en dat soort dingen. Maar goed, ik kom nog elke avond bij mijn ouders ongeveer terecht. Dus dat op zich, ik heb het hier prima voor elkaar. Op een gegeven moment is bij iedereen op dezelfde manier is het gewoon tijd om op jezelf te gaan wonen. En ik dacht dat het nu mijn tijd was en ik had gewoon zin voor een nou ja, iets andere uitdaging buiten basketbal. Dus ik dacht, nou ja, ik ga kijken of ik dit kan regelen. Toen ik 15 was, dus onder 16 speelde, dus mijn laatste jaar onder 16, toen zat er een stukje kraakbeen los aan mijn knie en die moest eruit geopereerd worden en dan moest het helemaal schoonmaken, weet ik wat allemaal. En toen heb ik er 5 maanden uitgelegen of zoiets. Dus dat was de zwaarste en grootste blessure die ik gehad heb en daarmee heb ik het grootste tegenslag. Ja, het was ook gewoon midden in het seizoen, dus ik miste gewoon echt het. Ik werd op 5 december geopereerd. En ik kon de laatste wedstrijd van het seizoen 10 minuutjes spelen. En, omdat ik rustig aan moest. Ik verveelde me dood, ik kon alleen maar thuis zitten eigenlijk. Dus de eerste paar weken was alleen maar thuis zitten. En toen kwam gelukkig de kerstvakantie erachteraan, dus dan was het wel druk thuis. Dus maar goed, dan moet je alleen op bed liggen terwijl je vakantie hebt, zeg maar. Beentje omhoog en dat soort dingen. En daarna opkrukken en opnieuw leren lopen en dat soort dingen. Toen was het wel van, je had beter op wielrennen kunnen zitten, want dan had ik er minder last van gehad, zeg maar. Dus toen was het wel even van, oh, dus het kan ook wel echt serieus fout zijn. Maar goed, al vrij snel werd er al gezegd van, als het gewoon allemaal normaal gaat, dan komt het wel goed. En dat is gelukkig zo gegaan. Ik breek gelijk in tranen uit zodra ik gebaseerd raak. Ik hoef echt maar het gevoel te krijgen dat het fout is en dan komen de tranen er al uit hoor. Ja. Alles wat je niet dood maakt, maakt je sterker. Dus in dat opzicht heeft het me sterker gemaakt. Het is je droom om minuten te maken en je zit nu heel dichtbij, dus dan wil je heel graag. Dus dat is wel lastig. Goed, aan de andere kant, het is wel de stap ertussen, zeg maar. Zo, geduld hebben en hard werken, lijkt me. Ja, dit is best een standaard geworden, ja. Deze doe ik net niet dagelijks, maar ja, ik zit daar ook bij sommige jongens al bekend om het zo te zeggen. Dus sommige jongens zeggen het inderdaad, dus Willem heeft het wel over, mijn vaders vriendin heeft het erover, de poffertjes ook weer. Ja. Gewoon lekker, het is gewoon lekker. We zijn onderweg naar Martini Plaza en we hebben zo meteen een wedstrijd tegen Den Bosch. Wedstrijd nummer 2 van de halve finale van de Nederlandse play-offs. Thank you.
Nou, niet heel goed. Ik bedoel, de hele wedstrijd achtergestaan. Uiteindelijk kwamen we inderdaad nog even terug naar 4 punten. Maar we mochten niet helemaal terugkomen en uiteindelijk gewoon verloren. Je wil je team helpen in de beste manier mogelijk. En als dat nou op het veld is of van buiten het veld, weet je, het maakt niet heel erg veel uit, zolang het maar gewoon is wat het team nodig heeft. Ja, natuurlijk. Ja, je bent deel van het team en je wil ook winnen. Weet je wil ook kampioen worden. Weet je wil alles meemaken. Nou, ja. Maar dan, ja, en als je dan energie wil geven vanaf de bank af en positief moet blijven, dan doe je dat.